met meer dan 500 video's op mijn kanaal ben ik met de meeste video's al tevreden hoe ik ze heb gemaakt. Dus wil ik ze dan ook wel eens vaker promoten. Maar niet al mijn video's zijn zo. Er zijn video's op mijn kanaal waar ik me echt kapot van schaam. Hoe slecht die video's zijn. Dus vandaag ga ik het hebben over de top 10 slechtste video's op mijn kanaal. En ik heb twee regels. Regel nummer 1. De video moet langer zijn dan 4 minuten. Regel 2. Het mag geen livestream zijn. Deze top 10 ga ik baseren op hoe erg ik de video vind, hoe ik mijn video heb gemaakt en geëdit en de redenen waarom de video slecht is. Dus laten we beginnen met deze top 10. Let's go! Dat meen je niet. Een video van nog niet eens heel erg lang geleden staat in deze lijst. Hoe dan? Nou, laat mij het simpel uitleggen. De thumbnail en de edit van de video zijn de enige dingen in de video waar ik nog steeds tevreden mee ben. Omdat ik voor het eerst met Premiere Pro heb geëdit. Dat is heel wat. Maar mijn stem. Wat in godsnaam heb ik gedaan om me zoveel te verspreken? En je hoort me niet eens goed omdat ik op een of andere manier op een gegeven moment van microfoon verwisselde. Wat geen slim idee was, want je hoort me op een gegeven moment nog slechter. Mijn verspreking in die video was zo slecht dat ik tijdens mijn oud en nieuw special van 2018 die hele video er expres heb ingezet. Zodat ik kan zien hoe vaak ik me in die video heb versproken. Maar even serieus jongens, als ik voor deze video ook een script had gemaakt en het had voorgelezen, had deze video stukken beter kunnen zijn. Hier is het probleem met deze video. Als ik hier betere edit voor had van mijn top 10 custom dress collab met Wouter, had dit veel beter kunnen aflopen. Maar nee, ik had weer niet geluisterd naar mezelf. Maar dat niet alleen. Sommige meningen voor tracks in deze lijst kloppen gewoon niet. Zoals, waarom staat GCM Wario Colosseum op nummer 10? En N64 Rainbow Road hoger dan DS Wallamichi Stadium? En Marble Towers op nummer 1? Ik bedoel, het is een goede track, maar niet zo goed dat het op nummer 1 op mijn lijst verdient. Maar dat was pas de helft van de lijst. Ik zou kunnen zeggen dat Wouters lijst toch net iets beter was dan die van mij. Maar ik weet van hem dat hij ook random dingen in zijn lijst heeft gedaan. En hoe weet je dat, zul je dan vragen? Simpel, ik heb het hem gevraagd. Dus bij hem heb ik gewoon wat stukken tekst neergezet en doen alsof ik heb gevraagd waarom hij de track leuk vindt. Maar raad eens, ik heb het hem niet eens gevraagd om welke reden hij de track leuk vindt. En dat is ook een probleem. Nog een probleem is dat het me ook veel te lang heeft geduurd om dit te editen. Ik moest de video 5 keer re-uploaden door een random muziektrack van YouTube te halen. Maar het probleem is dat de muziek niet past bij de video. Nou ja, een beetje. Maar ik kan wel zeggen dat ik niet echt blij ben hoe ik deze video heb gemaakt. Maar we zijn nog lang niet klaar. Dingen beginnen nu echt slecht te worden. Ah, die oude klassiek van 2017. Eens zal ik eens proberen om een mashup van alle circuit themes te maken. Of weer precies hetzelfde als Eternal Sushi met de Rainbow Road mashup. Maar er is één groot probleem met de video. Sterker nog, een heel groot probleem. En je weet waar dit naartoe gaat. Denk je niet? Ik heb deze muziek gemaakt zonder SoundCloud te gebruiken. Dus ik kon geen overstap maken van het ene nummer naar het andere nummer. En dus klonk het nummer zo. Precies, je kunt duidelijk horen hoe ik de mashup heb geëdit. Omdat de overstap van de ene muziek naar de andere muziek zo slecht was, dat ik eigenlijk gewoon willekeurige stukjes muziek achter elkaar heb geplakt. En dat was een heel groot probleem. Een ander probleem was dat ik eigenlijk nul ervaring had met muziek maken. Nog steeds hoor. Maar wat ik had gedaan, wat sommigen van jullie waarschijnlijk al hebben gehoord of hebben gezien in de credits van de descriptie. Juist, dat ja. Ik heb muziek gebruikt van andere YouTubers. Dus eigenlijk heb ik die muziekstukjes niet zelf gemaakt, maar gewoon 7 video's gedownload van het internet. En die gebruikt voor de mashup. Is dat niet belachelijk? En ja, ik zeg 7 videostukjes. En er zijn 8 Mario Karts. Dus ik bedoel te zeggen dat er een Mario Kart mist. En dat was de circuit theme van Mario Kart 8. Waarom? Simpel. Het nummer had een copyright claim. Dus die kon ik en die wou ik niet in de video hebben. Doordat ik misschien een copyright claim zou krijgen. En ja, ik schaam me er dood voor. Eigenlijk al voor de hele video. Maar goed, genoeg gezeik over deze video. Laten we doorgaan.
Wat was überhaupt hier het idee voor? Proberen willekeurige videoclips van Mario Movie Maker achter elkaar te zetten en dan het opnemen met een poepcamera waarbij het beeldscherm maar 360p was en het uploaden op YouTube en kijken of de video 1 miljoen views zou krijgen? Ik zou er anders over denken. Maar even serieus, het idee was belachelijk, maar de uitvoer was nog belachelijker. Zoals, wat in godsnaam is überhaupt het verhaal hiervan? Nou, ik moet zeggen, het begin was nog wel oké, dat Bowser probeert de slaafjes over te halen om Peach weer te ontvoeren. Maar dat de Goomba zich niet lekker voelt, maar toch moet werken. Maar daarna begint het verhaal slecht te worden. Mario en Luigi gaan naar de wolken om een of andere reden. En ze worden tegengehouden door de slaafjes. En er komt ineens een bom naar beneden vallen. Mario en Luigi gaan dood en Daisy geeft ze een 1-up om ze weer te laten leven. Ten eerste, waar de hel is Bowser om Mario en Luigi te bevechten? En ten tweede, waarom is het verhaal zo raar op sommige momenten? Ik begrijp deze video niet helemaal, maar dat niet alleen. Er zijn momenten in de video waar je eigenlijk gewoon ziet wat ik doe. En daar had ik dus eigenlijk geen zin om dat stuk overnieuw te doen. En de characters. Hoe heb ik het voor elkaar gekregen om de characters zo raar te laten bewegen? Zoals in de tweede scene. Dat de paratroopa ineens veel langer wordt en dat hij op een gegeven moment weer normaal wordt. Die dingen zou je heel makkelijk kunnen zien. En ja, voor nogmaals, je raadt het, ik had geen zin om dat stuk overnieuw te doen. Volgende keer zou ik echt veel meer ervaring moeten hebben om dat soort video's te kunnen maken. Dit is net een video waar ik eigenlijk geen zin had om content te maken. Oké, het is een van de eerste video's die ik heb gemaakt, maar alsnog. Letterlijk het enige wat ik hier doe, is trollen met vrienden in de 25x25 wereld op Everybody Edits. En dat is het. 45 minuten lang. Ik begreep duidelijk niet hoe erg ik hierdoor mijn tijd heb verspild. En kijk eens om dit te kijken. Ja, oké, er zitten leuke stukken in, omdat mijn vrienden zo af en toe eens leuke dingen maken. Maar waarom verspil ik mijn tijd door dit? Had ik niet beter iets anders kunnen doen? En ja, ik kan nu al zeggen door die belachelijke framerate en geen geluid over de hele video, van als ik muziek, goede framerate en ook nog eens dingen had gevarieerd in de video, had dit stukken beter kunnen aflopen en had dit zeer zeker niet ergens in de top 10 kunnen staan. Oh, ik moet daar niet aan denken wat ik in deze video heb gezegd. Je krijgt in het begin al erg lang verhaal te horen van wat ik ga doen. En oh, ik ben vandaag jarig. Wat leuk. Nee, alsjeblieft niet dat. Dat is tot nu toe een van de ergste dingen die ik heb gedaan tijdens mijn kanaalcarrière. Maar na 40 seconden was ik klaar en kon ik beginnen met de video. Er is niet veel te zeggen over deze video, omdat het allergrootste probleem toch echt was in het begin. Ik bedoel, als ik dat stuk erin had gedaan en had geloopt voor 4 minuten, had het makkelijk op nummer 1 of nummer 2 kunnen staan. Maar mijn keuzes voor deze 3 tracks zijn nog net zoals ik het nu wil hebben. Maar is een top 3 niet een beetje weinig? Ik had beter een top 5 of een top 10 kunnen maken. Dan had deze video nog net iets hoger kunnen staan dan nummer 5. Maar nog wel ergens in deze lijst, omdat het beginstukje zo erg was. En het beeldscherm was wazig. En met dat bedoel ik heel erg wazig. Rond die tijd gebruikte ik YouCam. Een camera dat is bedoeld om video's te maken waar je rare gezichten mee trekt. Zoals er zijn superveel opties daarvan. Maar daar kan ik het nu niet over hebben. Rond die tijd dacht ik dat YouCam ook handig was met het opnemen van televisiebeelden. Maar dat bleek helemaal niet zo te zijn. Verwacht meer video's die hetzelfde YouCam probleem hebben, zoals deze video hier. Als ik hier nou een capture card voor had, had dit een stuk beter kunnen zijn. Maar nee hoor, ik wou rond die tijd geen capture card omdat het te duur was. Wat was ik daar een luilak zeg? Daar hebben we hem. De video waarmee het begon. De video waar ik voor het eerst mijn stem liet horen. Ik was zo blij toen ik hoorde dat ik mijn stem op YouTube online kon zetten. Dus ik besloot een voice reveal te maken, ergens in augustus 2016. Maar wat blijkt, dat naast de goede oude tijden, deze video een erge ramp is voor mij. Ik kan een paar redenen opnoemen waarom. Ten eerste was dit alweer met YouCam opgenomen, waarbij ik dacht dat het een goede camera is, maar wat bleek niet zo te zijn. Ik snap nog steeds niet waarom ik die camera heb gebruikt voor mijn video's in 2016. Ten tweede, wat me eigenlijk best wel logisch lijkt, is dat je me erg wazig kon horen. En dat ik zo af en toe een beetje gek werd. Als ik dit nu zo terugkijk, denk ik van wat heb ik gedaan om dit zo raar te maken? Ja, het is grappig, maar ik vind het zo af en toe een beetje overdreven. En ten derde had ik nul ervaring met video's editen. Dus het wachten tot de volgende race kon soms wel 20 seconden duren. Ik vraag me nu af, waarom heb ik mijn voice reveal niet gemaakt op het moment dat ik een beetje ervaring had met editen? Ik kan goed begrijpen dat je van dit wachten soms gek kan worden.
En dit was de reden waarom ik niet al te lang geleden een remake van deze video heb gemaakt. Ik wil laten zien wat ik in deze video echt wou doen en hoe ik deze video wou hebben. Maar ja, in de originele versie begreep ik dit dus niet. En dacht ik, als ik video's met YouCam maak, komt dat wel goed. En zien mensen alsnog dat ik dit met een capture card en een goede microfoon heb gemaakt. Maar dat was niet zo. Yook, wat was je toch dom in 2016? Een YouTube kanaal beginnen terwijl je nul verstand hebt met editen. Yook, wat in godsnaam heb je gedaan om dit op te nemen? De titel van de video legt het al goed genoeg uit. De manier om dit op te nemen was uiteraard een van de slechtste manieren die ik in mijn leven heb gezien om een 3DS op te nemen. En hoe? Dat wordt je uitgelegd. Hallo YouTube. Sorry, ik heb echt een hele stomme manier om een Nintendo te gaan filmen. Ja, sorry. Ik zit nu achter mijn laptop en daarmee zit ik mijn Nintendo te filmen om niet mezelf te laten zien. Dat mag ook niet. Oh my god. Wat denk je? Ik ga even een video maken van Mario Kart 7 door achter mijn laptop te zitten en een beeldscherm op te nemen. En ook nog niet eens mijn gezicht in een beeld te krijgen. Schaam je. Ik kan beter zeggen, schaam me. Want dit idee was zo slecht dat ik het bijna kon zien als een meme. Maar zo kun je toch geen video's maken. Moet je zien hoe weinig van het beeldscherm je hier kunt zien. En het erge was dat ik gewoon niet kon zien wat ik deed. Dus ik ging met mijn 3DS proberen zo goed mogelijk voor het beeld te staan. Maar het werd er niet beter op. Slechter zelfs. Omdat ik gewoon niet wist waar mijn 3DS voor de camera zat. In sommige stukken kon je gewoon zien dat ik gewoon op een bed zat. En dat is geen goed teken voor de video. Daarom ook de reden dat deze video zo kort was. Dit is één van de weinige video's waarvan ik de neiging heb om het te verwijderen. Maar dat kan niet, omdat het een special video is. Mijn eerste deel van de 50 sub special was niks meer dan één van de slechtste video's op mijn kanaal. En ik kan je simpel uitleggen waarom. Heel erg simpel. Als je mijn kanaalgeschiedenis terugkijkt, waar dit stukje in komt, dan weet je het wel weer, denk ik. Met de video. Mijn god was dit verprutst. Werkelijk alles in deze video was fake. Dit verklaart al alles in deze video. En ik heb niet gelogen in die video. Het is inderdaad fake. Voor degene die nu nog deze video kijken, raad ik aan om die video nog eens te kijken. En ik weet zeker, je realiseert je zo snel mogelijk dat er iets goed mis is met de video. Maar dat was nog het begin van de video. En te vergelijken dat het daar al erg was, is mijn reactie op de 50 abonnees nog 10 keer zo erg. Voor ik de video maakte, wou ik zo enthousiast mogelijk reageren als ik de 50ste abonnee had gehaald. Maar wat blijkt, toen ik de video af had, dat het eigenlijk vieze prut was. Een simpele vraag aan mezelf nu. Waarom heb ik OBS niet gebruikt en hiervan een livestream gemaakt? En dan gewacht op de 50ste abonnee. Dat zou een stuk beter zijn geweest. Maar nee, dat wou ik niet. En waarom? Oh, ik weet niet hoe ik een livestream moet maken. Godsamme, ik begrijp mezelf gewoon niet meer in 2016. En dan komt nog het einde en ik wist donders goed tijdens mijn video dat het nep zou worden. Aan het einde van de video ga ik in één klap van enthousiast naar weer een normale jongen die niks mankeert aan wat er is gebeurd de afgelopen 5 minuten. Moet je maar luisteren. Kom op, ja. Dit is gewoon mooi. Oh, 50, ja. Ja, weet je, dat was wel genoeg. Ja, ik ben duidelijk klaar met deze video. Voordat we naar nummer 1 gaan, ga ik eerst eens even wat dingen opnoemen die in deze lijst konden staan. Ten eerste ga ik mijn eerst werkende video Everybody Edits Test Video opnoemen, omdat ik in deze video grotendeels eigenlijk gewoon willekeurige dingen deed. En holy crap, de framerate in deze video. 2 of 3 fps of zo? Ten tweede ga ik Everybody Edits Pixel Art deel 2 ook opnoemen, door 2 specifieke redenen. 1. De muziek. Ik bedoel, waarom ben ik op het idee gekomen door metal music toe te voegen? Ik ben daar echt geen fan van. En 2. Ik kon zo af en toe nauwelijks zien wat ik en mijn vrienden hebben gemaakt in die wereld, omdat ik veel te snel ging. Dat was niet volgens plan.
En mijn laatste opnoeming is mijn top 10 Mario Party 9 minigame video. Ik moet zeggen dat ik op zich best wel blij ben met de volgorde van deze top 10. Maar er zijn twee best grote problemen in deze video, waarvan één probleem al twee keer eerder is opgenoemd. En wat nu denk ik wel duidelijk is, YouCam. Dus het beeldscherm was alweer wazig en je kon al bijna niks zien. Het andere probleem met deze video is wat waarschijnlijk sommigen van jullie ook al hebben gezien, is dat ik de thumbnail heb gejat van de bekende YouTuber Nico BBQ. En dat was niet het slimste idee rond die tijd. Nou, ik moet blij zijn dat ik geen copyrightstrijk op die video heb gekregen. Dat zou heel wat zijn. Maar nu genoeg opnoemingen. Wat zou mijn nummer 1 kunnen zijn? Vind dat nu uit. Is dit serieus wat je noemt een video? Wat had je anders verwacht dan deze video? Random Video 1 kan dan wel de allereerste video zijn van mijn hele kanaal, maar holy crap. Zelfs voor mijn allereerste video had dit beter kunnen aflopen. Wat je dus ziet is een zwart scherm met wat geluidjes hier en daar. Voor 15 minuten. That's it. Ik had dit keer trouwens geen prutcamera, maar OBS. Maar vooralsnog geldt, ik had oprecht gewoon geen verstand met editen en video's maken. En ik had kunnen weten dat het beeldscherm zwart was, omdat het duidelijk te zien was op OBS zelf. Ah, Joek, je let ook nooit goed op in je allereerste video's, toch? Of zeg ik dat niet goed? En dat was het probleem met mijn eerste paar video's. Ik lette niet zo goed op wat ik maakte. En dat maakte de video zoveel slechter. En hier al helemaal. Ik had gewoon geen zin om de video opnieuw te maken. En dus kwam dit eruit. Een zwart scherm met hier en daar wat geluidjes. Dat wil toch niemand? En daarom staat deze video bij mij op nummer 1. Dat was het dan. Wat vond je van deze top 10? Laat me weten of je hiermee eens bent of niet. Of laat me weten wat jij mijn top 10 slechtste video's vindt in de comments hier beneden. Vergeet ook deze video niet te liken en op mijn kanaal te abonneren als je meer game content wilt volgen in het Nederlands. Ik ga weer verder met mijn livestreams binnenkort, dus neem zo af en toe een kijkje als ik live ben. Vooralsnog een bedankje voor de 100.000 weergaven op mijn kanaal. Ik accepteer echt hoe snel mijn kanaal nu groeit. Dus laten we zo snel mogelijk van de 200.000 views gaan. Dit was het dan. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie allemaal volgende keer weer.